Vind je het leuk dat je weer in mijn vlog zit? Hé, je geluidje is anders. Ga je vloggen? Ja, ik ben hartstikke druk. Met de rom doet het rot dingen. Moet je even helpen? Ja, maar... Hé, wat raar joh. Doe het toch wel goed. Gewoon even boos aanbellen. Kijk, nu. Maar ik wilde er met jou over praten. Oh, leuk. Ja. Nou, kom ik zo even langs. Ik heb ook zo'n camera. Ga je vloggen? Ja, en ook met dat stomme ding. Ga je echt vloggen? Ja. Oh, leuk. Welkom terug. Ga je net weg? Ja. Oké. Ik heb op je gewacht, maar... Ja, leuk om even bij te praten. Ja, ik weet het. Het was leuk, hè? Ja, het was heel... Ik heb alles gezien. Mooi zwembad. Hoe was je vakantie? Het was hartstikke leuk. Ik ben heel blij dat ik weer terug ben. Je bent lekker blij. Ja, maar, weet je wat zo grappig is? Jij bent dus uitgeruster als je aan het werk bent. En als je dan op vakantie bent geweest, dan zie je er echt zo uit zoals je er nu uitziet. Gewoon echt ongelooflijk moe. Ik moet zeggen, jij hebt ook een kleur. Ik moet even kijken wat er aan de hand, maar... Bijna menselijk, hè? Je bent gewoon buiten geweest. Ja. Je bent heel bruin, ja. In de zon gezeten. Voor mijn doen dan, heel hè? Heel bruin, ja. Turk, je bent eigenlijk, zie je haar ook niet meer. Lijkt een beetje op die kerstboom voor ons huis. Heb je die gezien? Ja, je hebt ook een beetje hetzelfde figuur. Nou ja, zeg. Oh, je bent echt, je hebt een beetje kleur. Rietje! Het is nog een beetje roestig, hè? We hebben elkaar een maand niet gezien. Oké, okay, doe het dan opnieuw. Rietje! Ja, dus wacht even hoor, wat. Hey Rietje! Wauw. Jij bent er ook weer geweest? Ik ben twee volle dagen weg geweest, ja. Ja jongen, we zijn hier allemaal nieuws lezen. Ik ben hier allemaal, hè? We zijn weer stop. Hoe kom je nou zo bruin? Hoge bloeddruk. Ik ben met mijn kinderen op vakantie geweest. Maar jij hebt iets heel slims gedaan. Overal ja op gezegd. Ja. Mondhygiëniste, tandarts, huisarts, moeder, die zijn allemaal woest op. Maar ik moet dan geen last verder hebben, begrijp je? Ik ben de baas, maar wat er op de vloer gebeurt, bepaal je zelf. Eigenlijk was het een soort bedrijfje. Eigenlijk heb ik een soort NPO van gemaakt. Maakt niet uit, doe maar wat. Laten we zien, jij kan swishen. Ik weet niet eens hoe ik moet. Jawel, doe nog eens. Ja? Maar dan in een wat hoger tempo. Maar wat is er moeilijk aan? Ja, ben je nog een stuk zilverfolie kwijt? Ja. Hey, gefeliciteerd met je verjaardag, hè? Sorry? Gefeliciteerd met je verjaardag. Wat leuk, hoe oud ben je geworden? Ik ben de helft van mijn pensioengerechtigde leeftijd geworden. Nee, ik ben pas herkend op Milkshake Festival. Door mijn vlog. Dat was echt een mooi moment. Ja, daar kwam iemand toe en die pakte hem zo vast. Sorry, mag jij wat vragen? Jij bent toch van die radiovlog? Van die vlog? Van die... Ja, ik weet niet of je nou echt je naam zei, maar okay. Hij zei vast ook, van die fantastische Martijn. Maar was die knap? Hij was bloedmooi, gespierd, groot, ja, oh. Of 28. Ja. Ik heb een heel leuk cadeautje voor je, denk ik zelf, het is wel praktisch. Komkommetje. Ja. Heb ik ook iets in te brengen vanavond? Bij de barbecue. Hummus? Oh, dat is toch, ik heb zelf worteltjes getrakteerd met hummus vandaag. Ik hoorde net. Ik dacht dat het een grapje was. Leuk. Wat is dit? Gedroogde mango. Die je nagels geknipt. Zit jij nou grapjes te maken over vies eten? Nee. Ja, en een avocado. Oké. Okay. Dank je. Kom eens. Volgens mij vindt Nathan het niet zo leuk dat hij nooit in mijn vlog zit. Nee, klopt. Hij probeert zich er altijd in te toeteren. Hé, hey, Nathan. Hey. Hoe is het, jongen? Ja, het ziet er goed uit ineens, man. Ja. Heb je zijn gezicht gedaan of zo? Nou, weet ik eigenlijk niet. Iets jonger misschien? Nee, ik denk het. Ik heb een nieuwe dagcreme, dus... Ik heb je heel erg gemist. Ja? Nou, maar ik wist ook niet zo goed dat je vandaag al terug zou komen. Dus ik zat echt... Anders had je even opgemaakt. ...op de redactie. En ik zat echt zo... Huh? Dag, schatje. Hallo. Dat is lang geleden dat ik dit heb gedaan. Zo, dat is lang geleden. Dat is alweer bijna vergeten. Hey. Dag, Elsje.